Hey allemaal, ik heb een nieuwe shoplog voor jullie. Dat komt niet zo heel vaak voor op mijn blog en op mijn YouTube kanaal. Maar ik heb een aantal dingen tegelijkertijd gekocht in een kortingsactie van de parfumerie. En die wilde ik dan toch eventjes laten zien. Er was ook vraag om een shoplog te doen. Ik heb ook een nieuw paar zomersandalen gevonden. En omdat dat niet de hoofdbrok is van mijn blog, ga ik dat eerst even laten zien. Als je mij op Instagram en Twitter volgt, dan zie je wel dat ik toch wel de mooie handtassen en de mooie schoenen kan appreciëren. Ik had hier al een fotootje van online gezet, maar ja, ik vind ze super mooi, ja, anders had ik ze niet gekocht. Ik ben er ook heel content mee. Voilà, ik ga even achteruit zetten. Het zijn deze sandaaltjes geworden. Ze bestaan eigenlijk uit verschillende soorten en kleuren leder. Een bruine, dikke blokhak, maar nog redelijk hoog genoeg. Ja, ik hou wel van een hoge hak. Met een enkelstrap. En dan een roze lederen middenstuk. En dan zo een goudkleurig ja, teenstrap. Voilà. Dit zijn ze langs de voorkant, langs de zijkant. Ja, super. Echt mijn stijl. Heel van mijn goesting. En dat zo een mix van materialen en kleuren is, denk ik dat ik ze ook met veel kleren ga kunnen dragen. Ja, dus nu is het alleen nog wachten op het zonnetje. Ik kijk er al keihard naar uit. Ik heb al heel veel zin in de lente en super veel zin in de zomer. Dus mogen deze baby's uit de kast komen. Back to beauty, waarvoor jullie toch waarschijnlijk het meeste langskomen. Dus ik heb van de korting gebruik gemaakt om 2 make-up producten, 2 skincare producten en 1 parfum te kopen. Het parfum in kwestie is deze van Tom Ford Velvet Orchid. Als ik mij niet vergis, is die vorig jaar in de lente uitgekomen. Ik ben niet meer helemaal zeker. Ik had al Black Orchid. Dat is zowat het volwassen zusje van deze. Maar Black Orchid is nogal aanwezig. Niet iedereen houdt daarvan. Het is nogal een strafparfum. Ook voor de zelfzekere dagen, niet voor elke dag. Velvet Orchid ligt in dezelfde lijn. Heeft ook de orchideenoot. Maar is net wat zachter, wat ronder. Ja, bloemiger, er zit ook wat honing in. Dus misschien dan toch wat draagbaarder en wat toegankelijker dan Black Orchid. Als je Black Orchid lekker vond, dan zit dit zeker in dezelfde lijn, maar dan voor de net wat zachtere dagen. Als je Black Orchid niks vond, kan het zijn dat je Velvet Orchid wel lekker vindt ruiken. Maar Velvet Orchid is ook nog altijd een vrij aanwezige geur. Dus zeker niet voor iedereen als je van hele frisse lentegeuren houdt. Deze toch maar skippen, maar anders, ja. Het is wel een geur die ik kan appreciëren, maar ik hou wel van zwaardere sensuele geuren. Verder met de make-up. Er was heel wat hype rond de Clarins Instant Concealer. Smoothing Long Lasting Revives Tired Eyes. Ik heb gekozen voor de kleur 01, Yellow Beige. Ik twijfelde tussen 01 en 02, Yellow Beige versus Pinky Beige. Ik heb uiteindelijk de lichtste gekozen, omdat ik zoiets had van, ja, die Pinky Beige, goed uitspreken, is inderdaad wat rozer en dat zou beter zijn voor mijn donkere kringen. Maar hij zag er ook wat donkerder uit op de swatches die ik online vond. En ja, ik ben niet zo super donker van huid, dus ik durfde het toch niet riskeren. Ik heb Yellow Beige vandaag ook op, onder mijn ogen. Qua kleur past die perfect. Hij had voor mij net ietsje rozer mogen zijn. Maar ik denk niet dat het stoort in de volledige make-up look. Een hele aangename concealer om aan te brengen. Niet te stroef, maar heel vlotjes gaat het. Echt super. Dekt ook heel erg mooi en kan je denk ik ook wel goed opbouwen. Mijn tweede make-up product is deze van Yves Saint Laurent. De Tint in Oil of Volupté Tint in Oil in de kleur nummer 5. Cherry My Cherie. Dit zijn zo van die ja, olie-lipglosjes. Een hele speciale applicator. Zo wat gebogen en ja, heeft als je zo kijkt. Ik zal hem eigenlijk eens zo moeten houden. Hè. Je kan zien, het heeft zo wat weg van de vorm van lippen. En als je hem zo draait, is hij wat gebogen. En de substantie zelf is redelijk doorzichtig. Heel glossy. Maar het is pas wanneer dat je het op je lippen doet, dat de kleur begint te werken. En dat je een kleur ziet ontwikkelen. Dus als je gaat swatchen in de parfumerie, let goed op. Het is niet meer dat het op je hand is. Het is echt, ja, ik denk dat het meer is de kleur hoe je hem hier ziet dat je moet op afgaan. Want als je hem gewoon op je hand swatcht, dan lijken ze allemaal op elkaar, vind ik. Ze ontwikkelen wel wat, maar niet zo fel als op de lippen. Wat dat betreft is deze een beetje donkerder uitgevallen dan ik had verwacht.
Ja, ik had ze liever ietsje lichter gehad, ietsje lichter roze, omdat het dan echt een dagelijks kleurtje zou zijn. Nu is het meer zo fel roze, bijna fuchsia op mijn lippen. En dat is tof, maar het valt wel op, zeker op kantoor. Ik heb er al wat complimentjes over gehad, maar het was wel gemakkelijker geweest als die toch wel lichter waren op de lippen. Dat kan ook van afhangen, hè. Afhankelijk van je eigen lipkleur. Ik heb nu redelijk gepigmenteerde lippen van mezelf. Als je veel lichtere lippen hebt, gaat ook de eindkleur ietsje lichter zijn. Tot slot twee skincare producten. De eerste kende ik al, Estée Lauder Hydrationist, de crème voor de normale tot gemengde huid. Nu, deze heb ik al heel vaak gebruikt, opnieuw gekocht. Die werkt voor mij super, super goed. Ik hou van deze crème. Hij is basic. Ik bedoel, er is niks super speciaals aan. Maar het is een hele goede hydraterende crème. En ja, hij doet voor mij echt wel goed op mijn huid. Waarom heb ik deze gekocht? Omdat ik binnen een vijftal maandjes ga ik trouwen. Ik heb mezelf voorgenomen om de 2-3 maanden voor het huwelijk niet te veel te experimenteren met skincare. Dus ik ga geen nieuwe dingen beginnen testen waar ik dan misschien purges en andere outbreaks van krijg. Ik ga gewoon dingen gebruiken die ik goed ken, die goed voor mij werken en waar ik op kan vertrouwen. En dat is dus deze Hydrationist. Volledig nieuw voor mij, maar het klinkt alleszins heel erg goed, is de Chanel Hydro Beauty Microserum of Microserum, ik weet het nu niet. Hier heb ik ook heel veel over gelezen. Nog niet zelf geprobeerd, behalve op mijn hand om het te testen in de parfumerie. Het is een hydraterend serum met van die hele kleine bolletjes. Ik denk niet dat je ze zo gaat kunnen zien op camera, maar als ik kort bijkijk, dan zie ik ze wel. En die bolletjes bevatten dan een bepaald extract. En dat extract wordt pas vrijgegeven als je pompt en het zich dan vermengt met de rest van het serum. Intens hydraterend, maar ook wat verstevigend. Twee eigenschappen waarvan ik denk dat ze wel goed in de smaak zullen vallen. Ik had het al getest op mijn hand en dat voelde wel goed. Dus deze ga ik wel redelijk snel beginnen gebruiken. Dat is niet iets voor vlak voor de trouw. Nu kan ik er nog mee wegkomen. Als het echt zou tegenvallen, dan heb ik nog een beetje een recuperatieperiode. Zo, dat was mijn shoplog, mijn mini beauty and fashion haul. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!